alias Bruisje, gearriveerd van Extinction Rebellion. Graag een applaus voor haar. Hallo allemaal. Ben ik goed hoorbaar voor iedereen? Nee? Harder? Oké, nou, ik ben dus Robin van Extinction Rebellion. Ik ben filosoof, kapper, docent in opleiding en dus activist. Wij steunen het initiatief voor basisinkomen van harte. Want al jarenlang wordt de publieke sector uitgehold. Cultuur, onderwijs, openbaar vervoer, alles wordt geprivatiseerd. De armoede wordt groter, de dakloosheid is schrijnend. Mensen worden bang gemaakt met het idee dat ze dakloos zullen raken als ze zich niet laten uitbuiten. Daarom zien ze geen andere keuze. Uitbuiting van mens en natuur is mogelijk omdat mensen geen andere uitweg zien. Ze moeten werken in vervuilende industrieën. Maar als er een basisinkomen komt, zullen mensen zinvoller werk gaan doen en ook hun zinvolle werk blijven doen. Dat zien we omdat heel veel mensen in Nederland en over de hele wereld natuurlijk zich vrijwillig inzetten voor de maatschappij. Zonder daar 1 cent voor te krijgen. Wij als activisten weten dat natuurlijk ook donders goed. Wij worden ook niet betaald. Ondanks de verhalen die rondspoken op rechtse media. En juist door een basisinkomen kunnen mensen loskomen uit bullshitbanen. Die hen vasthouden in een kantoor. En ergens in een achterkamertje. Waardoor ze eigenlijk geen zinvol gevoel hebben van hun leven. Als ik een basisinkomen zou krijgen, zou ik nog steeds mensen hun haar knippen, maar zonder daar geld voor te vragen. Ik zou nog steeds blijven actie voeren, maar dan zonder stress voor mijn financiële bestaan. Ik zou nog steeds les willen geven, maar zonder dat scholen daar financieel onderdoor aan moeten gaan. En ook voor de transitie naar een ecologisch houdbare samenleving is een basisinkomen broodnodig. Mensen in vervuilende industrieën zullen hun banen verliezen, maar krijgen dan de ruimte om opnieuw uit te vinden wat ze willen doen. Mensen kunnen daardoor een veel vervullender leven leiden en zich inzetten voor lokale initiatieven van natuurherstel. Mensen kunnen zich verdiepen in de politieke realiteit. En wij als XR vinden het ook heel belangrijk dat burgers beslissen. Dat is onze derde eis. En we willen gewoon dat de democratie een update krijgt en dat er een burgerberaad komt. Dat was het.